En we moeten ze ook opvangen. En ook al is het maar voor eventjes. En het gaat gewoon hartstikke goed. Alleen ik vind wel dat ze niet moeten zeiken. Want er was laatst een interview met een vluchteling. En die zei zo van... hij zo, ja, ik zit hier al 2 weken in een kamp. En we krijgen elke dag hetzelfde te eten. We krijgen elke ochtend een boterham met kaas. En toen zei hij, wie eet nou elke dag een boterham met kaas? Ik zag gewoon heel Nederlands. Ik zag een klein beetje zo, wij eten elke ochtend een boterham met kaas. Vinden wij lekker. Niet altijd, soms pindakaas, maar wel met kaas in ieder geval. Ook, met dat soort, we moeten ook een beetje met z'n fucken dan. Hoor. Gewoon dan de hele dag kaas eten. Gewoon 's ochtends kaas, gewoon 's middags kaas, 's avonds kaas fondue, de hele dag kaasplankjes, kaasvingers. Gewoon nog zo'n bakje smeerkaas leeglepelen bij de tramhalte. Zo, alles gewoon van kaas. Weet je. Ik weet niet hoe snel ze onze gewoontes gaan overnemen. Maar goed, misschien als ze op zijn minst kunnen besnijden met een kaasschaaf of zo. Dat het in ieder geval een beetje die kant op gaat, toch? Ja.